goed nieuws voor wie een jaartje ouder wordt. De helft van de Vlaamse jongeren is bereid zijn hulpbehoevende ouders thuis op te nemen. Eigenlijk zijn dat wel verrassende resultaten. Had je dat moeten 5 jaar geleden vragen, denk dat iedereen het verwachte resultaat misschien 10% zou verwachten. Maar de economische realiteit is nu zo geworden dat de verblijf in een woonzorgcentrum enorm duur aan het worden is. En ik denk ook dat de jongeren misschien een andere levensvisie hebben dan hun ouders. De bereidheid tot thuisverzorging onder jongeren is een goede zaak, nu de bevolking vergrijst. Maar de bejaarden zien het minder zitten om in te trekken bij hun kinderen. Ze vrezen voor minder privacy. Als je oud bent, loop je altijd in de weg. Dat is, ik wil niemand niet tot de laatste zijn. Sommige jongeren daarentegen vinden het geen probleem om hun ouders in huis te nemen. De redenen daarvoor variëren. Ik zie mijzelf dat zeker doen. En ik heb, mijn man en ik hebben gebouwen en wij hebben een ruimte voorzien waar dan onze ouders eventueel later zouden kunnen komen. Als de zorg natuurlijk te zwaar zou zijn en je werkt dan zelf ook nog, is het niet altijd mogelijk om dat te blijven doen. Maar in de mate van het mogelijk sta ik daar zeker voor open. Ik zou het overwegen om zijn huis te nemen in geval dat er een van de twee zou sterven. Maar allebei een huis nemen, dat is ook niet echt te zitten, denk ik. Mijn ouders hebben altijd gezegd dat ze absoluut niet willen dat ik opgezadeld zit met zorgen voor hun. Maar ik heb al vaak rusthuizen bezocht en ik zou dat toch niet over mijn hart kunnen brengen om mijn ouders daar te droppen. Dus ik denk dat ik eerder zou overwegen om ze ook in huis te halen. Ondanks het feit dat de jongeren het zeker zien zitten om hun ouders op later leeftijd in huis te nemen, lijken de bejaarde ouders toch iets terughoudender. De hoofdreden is en blijft dat ze vrezen hun kinderen tot last te zijn. Aan de jongeren om te bewijzen dat dat niet zo is.